Hallo allemaal, vandaag ga ik wat nader in op de U-RAP, of UNIT, zo wordt die ook genoemd. Op YouTube zul je verschillende manieren zien van hoe deze gebreid wordt. En vandaag laat ik je zien hoe ik de mijne doe. Mijn manier is niet dé manier, maar een manier om een wat lossere U-RAP te krijgen. Ik zeg ook altijd, kijk gewoon naar meerdere video's en probeer een manier te vinden die gewoon goed bij jou past. Vaak zie je hem dus zo voorgedaan worden. Je slaat het garen om de pek heen, je houdt de draad achter en je breidt de steek. Vaak bemerk je dan, vooral als je dan met bijvoorbeeld zoals hier katoen garen breidt, dat op het moment dat je de tweede rij wil breien, dat het eigenlijk bijna onmogelijk is. Omdat de steek dan gewoon te strak gebreid is. En zoals je ziet, katoengaren heeft ook eigenlijk amper rek. Dus eigenlijk moet je nu je eigen rek gaan meegeven aan het garen. En dat is wat je hier eigenlijk al gaat doen. Als je het garen vasthoudt, ja, dan geef je het eigenlijk geen rek mee. Ga je het eigenlijk begeleiden, dan kun je eigenlijk het garen wat rek meegeven. En dan zul je merken dat het ook een stuk losser wordt. Dus eigenlijk kun je zelf bepalen hoe strak of los jouw U-RAP wordt. Dus je begeleidt je garen, je slaat het om de pek. Eigenlijk geef je het hier een stuk rek mee en dan brei je de steek. En dit doe je eigenlijk gewoon het hele project door en dat is iets wat je ook leert ten tijde. Dat je het dezelfde rek overal geeft. Stel nou dat die nog te strak is. Wat je dan ook nog zou kunnen doen is dat je de draad eigenlijk driekwart rondom de pek beweegt en dan de steek breidt. Dus niet te strak, gewoon rustig overhalen. Het is net een E-wrap, maar dan in de andere richting. En zo probeer je gewoon de draad op dezelfde manier steeds rondom de pek te slaan. Bijkomend voordeel is ook nog dat als je hem op deze manier breidt, je ook nog zult merken dat je de U-RAP eigenlijk best wel heel snel kunt breien. Zowel van links naar rechts als van rechts naar links. Dus je slaat hem er netjes omheen, geeft hem wat lucht en ruimte en zo brei je dan verder. Geef het garen en je steek de juiste spanning het hele project door. Je kunt dit doen met een project met natuurlijk alleen de U-RAP, maar je kunt ook zeggen van ik ga een gerstekorrel of boordsteek en dan doe je het eigenlijk op dezelfde manier. En hier zie je dan een averecht en dan ga je weer naar een rechte steek. U-RAP is een van de rechte steken en je ziet het me nu voordoen op een flexiloom, maar eigenlijk geldt deze methode gewoon voor alle looms die je dus eigenlijk thuis hebt. De U-RAP wordt altijd heel erg uitgerekt als je die op de loom breidt. En dan ziet het er dus eigenlijk zo uit. En je ziet bijna de averechte steek ertussen. Maar ja, dat moet niet. Ik haal het nu van de loom af en nog niet afgekant. Maar ik laat je dan in ieder geval even zien hoe je dus de steek eigenlijk weer de juiste rek meegeeft. Zodat het wel eruit ziet als een rechte steek. En dat doe je heel rustig. Je geeft gewoon de steek eigenlijk weer de goede vorm door het in de lengte te trekken. Nou, ik hoop dat ik je, doordat ik je deze manier laat zien, dat je eigenlijk een beetje je eigen U-RAP kunt gaan maken.
en de steek zo groot of klein te maken als dat je zelf zou willen. Ik, en in mijn geval had ik misschien iets meer aan de draad moeten trekken of de steek iets kleiner te maken. Nou, ik hoop dat ik je hiermee een beetje op weg heb kunnen helpen om je eigen unieke U-wrap te breien. Hopelijk zie ik je gauw weer terug in een andere video. Tot ziens maar weer.